Goeiedag, beste kijker. Het trackrecord van onze volgende weekendgast is indrukwekkend. Hij was onder meer 7 jaar lang Vlaams minister-president, 12 jaar voorzitter van de VRT. Hij stapte 45 jaar geleden in de politiek en was nog minister onder Wilfried Martens. Hoe kijkt hij naar de huidige Oekraïne-crisis? Heeft hij een déjà vu naar de Koude Oorlog? Welke VRT heeft hij achtergelaten? Wat is de toekomst van de openbare omroep? En als voormalig minister-president moet er snel een confederalistische staatshervorming komen. Onze gast is Luc van den Branden van CD&V. Zeer welkom bij het gesprek. Luc van den Branden, welkom in de studio. Goeiedag. Goedemorgen. Meneer van den Branden, er woedt momenteel een oorlog in Oekraïne. U bent geboren in 1945, dat is net die nipte, die naoorlogse generatie. En exact 45 jaar geleden was u al actief in de nationale politiek. Hoe historisch beleeft u deze invasie van Rusland in Oekraïne? Hoe kijkt u ernaar? Het is op de eerste plaats natuurlijk menselijk een afschuwelijk iets. Wij die gedacht hadden dat nooit meer oorlog, trouwens al een veel oudere wens en droom, dat we die na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, dat we die wel definitief achter ons zouden gelaten hebben. Helaas is dat niet het geval. En de brutaliteit waarmee op dit ogenblik opnieuw de wereld teruggedraaid wordt, is natuurlijk stuitend. Het menselijk leed, we zien het nu ondertussen ook reeds elke dag hier bij ons, ook in Vlaanderen, dat vluchtelingen, mensen die haven en goed moeten achterlaten en die zich de vraag stellen waarom. En dat vind ik een heel diepliggend gegeven, waarom. Er is nooit een goede verklaring voor oorlog, ja. Dat is duidelijk. Mensen moeten met elkaar praten, moeten proberen vanuit verschillende opvattingen elkaar te vinden. Maar zeker nu is het zo weerzinwekkend dat we het ook niet verwacht hadden. Trouwens, het is ook erg misleidend geweest. Alle leugens die verteld zijn de weken voordat op 24 februari de oorlog losbrak, zijn eigenlijk helemaal verwarrend geweest. Men heeft eigenlijk de leugen tot waarheid gemaakt en dat heeft een schok tot stand gebracht. Nu, die leugen is een stuk de waarom vanuit het standpunt van Poetin. U beleefde nog mee de Koude Oorlog. U was toen al politicus en Poetin die spreekt nu over historische claims. Ja. Hebben we hoe dan ook misschien de rancune of de frustratie van Rusland onderschat in het uiteenvallen van de USSR en het Warschau-pact destijds? En die claim die hij nu heeft van dat herstel van dat grote Russische Rijk? Ja. Dat is natuurlijk een beetje de à la recherche du temps perdu. Eigenlijk op zoek naar het verloren Sovjetrijk. En dat is een moeilijk punt. En wellicht hebben we onvoldoende rekening gehouden met het feit dat bij de Wende, 89, de val van de muur enzovoort, dat men onvoldoende oog heeft gehad voor misschien de frustratie of zelfs het trauma dat die breuklijn is tot stand gekomen. Maar er is toch één belangrijk punt. Wij hebben vaak gepraat over de uitbreiding van Europa. Ik heb altijd gesproken over de wedervereniging van Europa. Want het zijn precies die landen van Centraal-Europa en ook de Baltische staten die zelf wensten toe te kunnen treden tot onze gemeenschap van waarden. En dat is iets wat me enorm opvalt nu vandaag bij dit meer dan conflict, die oorlog die woedt. We bekijken Rusland vanuit de drie pijlers die de waarden uitmaken van onze hedendaagse democratie. De mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Maar we mogen ons niet verkijken op het feit dat Rusland die drie grote pijlers ook echt waarmaakt. Rusland is geen democratie zoals we die kennen. Ik was in een hele periode voor de Raad van Europa, rapporteur voor Rusland, waar ik ook de verkiezingsoperaties gevolgd heb enzovoort. En verkiezingen moeten vrij en eerlijk zijn. Ja, ze moeten free and fair zijn. Verkiezingen in de Russische Federatie zijn weliswaar vrij, maar absoluut niet
eerlijk en fair. Ze zijn gemanipuleerd. Ze zijn eigenlijk niet echt de weergave van datgene wat de mensen denken. Een tweede punt ik las in een biografie van Vladimir Poetin dat hij de democratie te belangrijk vindt om over te laten aan verkiezingen door het gewone volk. Ja. Maar dat is natuurlijk de wondere benadering dat Poetin, maar eigenlijk ook andere leiders in Rusland spreken over onze weg van democratie. Maar als je uitgaat van twee vormen van democratie, als het gaat over de fundamentele waarden, dan is er wel een probleem. De organisatie, dat is wat anders. Maar het tweede punt dat wellicht, moet ik zeggen, ook uitermate belangrijk is, zeker vandaag, is het feit dat er niet langer vrije meningsuiting is in Rusland, dat men geen vrijheid van vereniging heeft. Al de NGO's die geschrapt zijn, de laatste onafhankelijke onder het mom dat ze onder buitenlandse invloed zouden staan, zijn geschrapt. Dat wil dus zeggen dat de fundamentele basisrechten waar vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting fundamenteel zijn. En de derde pijler, de rechtsstaat, die komt helemaal onder druk, want er is geen scheiding van de machten in Rusland. Men heeft een systeem van, zelfs te verleiden, van procuratura, waar er kan ingegrepen worden in het belang van het volk, om het zo te noemen, om wetten die gestemd zijn in een soort fake parlement, dat die kunnen ongedaan maken. Overal ingrijpen. Ja, en dus bij gevolg moeten we goed opletten dat we niet naar Rusland kijken vanuit de waarden waarvan wij dachten dat ze gemeenschappelijk waren, maar die het niet zijn. Dus eigenlijk moet ik Rusland een beetje een Potemkin-democratie noemen. En we hebben dat meegemaakt, ook nu dichter bij de manier waarop deze oorlog gevoerd wordt. Wat we meegemaakt hebben in 2008, wanneer Georgië onder vuur kwam. En net hetzelfde is aan het gebeuren nu, maar nog veel erger. Op dat moment heeft men gezegd, eigenlijk Abkhazie en Zuid-Ossetië, die willen eigenlijk weg van Georgië. En wij steunen de rebellen, maar ook dat was natuurlijk gemanipuleerd, want dat was onder Russische invloed, om dan te zeggen, wij erkennen die twee republieken of die twee deelgebieden als onafhankelijke staten. We moeten die gaan helpen en redden. Dezelfde idee die nu voor ligt wat betreft de zuidelijke flank van Oekraïne. En dus eigenlijk zien we dat wat er nu gebeurt een beetje een combinatie is, om het zo te noemen, van datgene wat in Georgië gebeurd is in 2008 en wat ook gebeurd is in Tsjetsjenië. Ja. En de massieve bombardementen, het wegmaaien van mensen in Grozny en op andere plaatsen. Dus als u me vraagt welk gevoel heb ik, het is een beetje iets van, we hebben het nog meegemaakt, maar het is nu nog brutaler. En dichterbij. En dichterbij. En dat maakt het natuurlijk zo moeilijk. Het eeuwig dilemma is daar natuurlijk dat je kan niet de Russen gelijkstellen met datgene wat Poetin doet. Want, en dat is het jammere van de zaak. Rusland is zo'n fantastische cultuur. Is zo'n grote cultuur dat je eigenlijk de Russen als goede buren zou moeten kunnen omarmen. Maar nu wordt dat eigenlijk helemaal ongedaan gemaakt door die weerzinwekkende oorlog met dat enorm menselijk leed en dan met de kernvraag waarom. Dus er zal moeten echt ingezet worden op de diplomatieke kanalen. De druk zal moeten verhogen. De Russische bevolking zal er ook onder lijden, vanzelfsprekend. En dat is buitengewoon jammer. Maar als ik even een grote parallel mag trekken, hetzelfde is op een heel andere manier gebeurd in Zuid-Afrika met de apartheid, waar de sancties die eigenlijk opgelegd werden, uiteindelijk toch geleid hebben tot een wisseling van beleid en van regime. Ik weet niet of we zo naïef moeten zijn om te denken dat dit ook in Rusland zal gebeuren. Dus het is een heel, hoe moet ik zeggen, apart gevoel wanneer ik terugkijk over de jaren heen en vanaf 1989. U zegt, u verwees naar Georgië, eerder Tsjetsjenië. We kunnen verder in de tijd gaan. Misschien heeft u daar ook een flashback. En dan moet ik voor de kijker even schetsen dat we kennen u als VRT-voorzitter, als politicus, als vroeger Vlaams minister-president. Maar voorheen had u al een federale carrière. U was fractieleider in de Kamer hier rechtover in de jaren 80, ook nog minister onder Wilfried Martens.
In de biografie van Wilfried Martens heeft hij het over de fameuze geboorte van de rakettencrisis, dus het plaatsen van ook kernkoppen hier bij ons. Het moment dat die raketten per vliegtuig vanuit de VS eraan komen, krijgt er telefoon over 's nachts. Dan heeft hij het over onder meer de gewetensnood van zijn fractieleider Luc, toen jonge fractieleider Luc van den Branden. Dit is een schets van wat zich toen hier afspeelde in het kader van op dat moment een zeer spannende Koude Oorlog. U was daarbij betrokken. Maar kan u de analogie trekken en zou je kunnen zeggen dat vandaag de dreiging militair, nucleair voor Europa even groot is als toen, midden die Koude Oorlog? Wanneer was het gevaarlijkste, denkt u? Het is moeilijk om dat, ik zou zeggen, in te schatten in termen van gevaarlijkheid, om dat woord te gebruiken. Want zou gerustellend zijn, moest u zeggen dat het toen veel spannender was en dat de risico's veel groter waren? Ja, dat durft wel, ik zou zeggen, het was natuurlijk midden in die Koude Oorlog. Men spreekt nu veel over escalatie, maar eigenlijk was het escaleren van traditioneel oorlog voeren, maar het inzetten van kernwapens en wat ermee samenhangt. En dus gaf dit een grote spanning. De reden waarom dat ik het moeilijk had met de beslissing om raketten te plaatsen, lag veel minder in het feit dat we ons moesten weerbaar opstellen om een soort balance of power tussen de twee blokken op dat ogenblik tot stand te brengen. Het punt was dat de Belgische ambassadeur in Washington België verbonden had om uiteindelijk die raketten te plaatsen zonder dat er enig parlementair debat was gebeurd. En dat vond ik fnuikend voor de democratische besluitvorming. Uiteindelijk zien we nu dat heel de vraag van president Zelensky en van de Oekraïners om het luchtruim af te sluiten is natuurlijk het probleem. In welke mate gaat de NAVO, of noem het het Westen, breed genomen, optreden in het Oekraïense gebied op risico van eigenlijk rechtstreeks gemengd te worden in dit conflict. Een van de vele paradoxen van vandaag is dat, zoals eigenlijk met de wende in 1989, dat die Centraal-Europese landen bij Europa terug willen komen en verenigd zijn, dat nu een aantal neutrale landen eigenlijk wensen om ook lid te worden van de NAVO. Georgië, dus, wanneer we kijken naar Finland, zelfs Zweden enzovoort, dan zie je dat het gevolg van deze afschuwelijke oorlog ook paradoxaal genoeg erin is om te zeggen, wij gaan ons als westerse waardenmaatschappij proberen nog sterker te maken en te verenigen. We moeten natuurlijk wel rekening houden met het feit, Rusland zal niet van de kaart verdwijnen. Je merkt nu ook een soort eendracht, zolang dat duurt, in Europa, die zich verbindt om zich militair meer weerbaar te maken, energie-switch versnellen en zo meer. Er beweegt plots veel op 2 weken tijd. Goed en wel, wat u zegt, dat groot Westers-Europees blok staat daar tegenover dat we opnieuw naar 2 blokken gaan. Dat Westerse, misschien versterkte Europa versus Rusland met een Chinese as. En opnieuw een bipolaire, of althans een bipolair continent. Ja. Wel, de hoop was dat we zouden terechtkomen in een multilaterale wereld, hè, waar er verschillende spelers zouden zijn die elkaar in competitie brengen, maar elkaar ook proberen te vinden. De moeilijkheid is daarbij dat dit nieuwe bipolaire of tripolaire, als we China erbij nemen, nu eigenlijk wat haak staat op die wens van het multilaterale. Omdat met hoe meer mensen je verbonden bent in die globale wereld, hoe beter dat je elkaar kan vinden. Nu, de moeilijkheid is hier dat Europa als één van die spelers, want we spreken dan over de Verenigde Staten, Rusland en China, dan is de vraag natuurlijk, en Europa. Men zegt altijd, en dat is ook ons sterkpunt, en dat moeten we houden, dat Europa een soft power is. Ja. En we moeten dat echt koesteren, want als ik het daarnet had over de 3 basiswaarden die eigenlijk een moderne samenleving de moeite waard maken, die 3 pijlers, dan moeten we eigenlijk niet te rap afstappen van wat ik zou noemen die soft power. Aan de andere kant moeten we wel niet zo naïef zijn om te denken dat we
niet weerbaar moeten zijn. Want om die waarde te kunnen verdedigen, ja, moeten we eigenlijk ook de middelen hebben om die te verdedigen ook. En dus de vraag is hier, in welke mate dat we... En dat is dan heel de discussie die nu gevoerd wordt over de strategische autonomie van Europa. In welke mate dat we op een aantal domeinen, als het gaat, niet alleen vroeger was het over computers, maar nu gaat het over semiconductoren en zoveel andere nieuwe technologieën en innovaties, zijn we erg afhankelijk, ja, van de anderen. Dus we moeten, denk ik, twee dingen doen. Dat is een aantal strategische sectoren proberen te verankeren. Idee wat ik vaak naar voren gezet heb. Het verankeren van de Vlaamse bedrijven en in Vlaanderen. En dat moeten we proberen waar te maken. En ik denk ook een grotere inspanning doen als Europese lidstaten voor de defensie-inspanning die nu te laag is. Het is heel opvallend wat de nieuwe Duitse bondskanselier beslist heeft om 100 miljard bijkomend extra middelen te voorzien en ook een budget aan te houden dat veel groter is dan dat het ooit geweest is in het verleden met betrekking tot de inspanning die we moeten leveren. Maar de koppeling wil ik maken tussen, wil je een aantal waarden overeind houden, wil je die waarden tot deze maken van onze samenleving, dan moet je ook eigenlijk de middelen inzetten om die waarden te kunnen waarmaken en die te verdedigen. Iets heel anders. Soms is een brugje maken in een gesprek niet evident, maar ik wil het met u ook hebben over de VRT, de openbare omroep. U was 12 jaar lang voorzitter van de Raad van Bestuur. Dat liep af nu eind januari dit jaar. Uw opvolger is Frida Brepoels, voormalig N-VA-politica. Goed en wel, media vormen een zeer snel veranderende sector, zoals de modesector, ook technologisch gedreven. Dat hebben we gezien de voorbije 12 jaar. Voor welke, lelijk woord, maar uitdaging of oefening staat uw opvolgster de komende jaren, als je kijkt hoe snel het gaat online? Om te beginnen, als je zegt, ja, het bruggetje dat je maakt, ja, een deel van de oorlog is ook een mediaoorlog. En is eigenlijk iets over wat is waar, wat is niet waar. Wat wordt met opzet in de media gebracht en in de sociale media. Want in Rusland is de openbare omroep echt een staatsomroep. Ja. Dat is het ministerie van Informatie. Ik heb op de verschillende missies die ik gedaan heb in Rusland, om daar toch nog iets over te zeggen, uiteraard mij ook gericht op de onafhankelijkheid van de openbare omroep in Rusland, niet alleen in Rusland, ook in Turkije, waar we die opdracht hadden. En dan stel je vast dat het essentieel is dat een openbare omroep krachtig aanwezig is om toe te laten, niet alleen voor de waarheidsvinding, maar eigenlijk om een open democratie mogelijk te maken die niet, helemaal onder de leiding staat en de druk staat van het regime of van de mensen die in het beleid zitten. En wat is er wel gebeurd? Op een bepaald moment heeft Poetin letterlijk gewoon, ik neem de CEO gevangen of die zender is van ons. Absoluut. In die zin zijn eigenlijk de media globaal in de wereld, en zeker in Europa, van fundamenteel belang om mensen, om de burgers, deel te laten uitmaken van de samenleving waarin ze leven. Ja. Dat is eigenlijk heel simpel de kernopdracht. En dan is het natuurlijk zo dat de betrouwbaarheid van informatie, van nieuws, van de duiding, dat die essentieel is om respect uit te drukken naar de mensen toe. De uitdagingen waarvoor de VRT staat, onze eigen openbare omroep, die zijn de uitdagingen van, niet alleen voor de Vlamingen, maar eigenlijk voor iedereen, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten en in andere landen enzovoort. Een eerste uitdaging is naar mijn gevoel van die betrouwbaarheid van de informatie is een kernopdracht van een openbare omroep. Dit gezegd zijnde is dat ook een opdracht voor alle andere mediabedrijven. Maar in zonderheid moet een openbare omroep, in ons geval de VRT, onderscheidend zijn in het brengen van informatie, check, dubbelcheck, zodanig dat de mensen houvast hebben in, dat magma van nieuws en informatie dat ons elke dag overspoelt. Dus dat is een eerste grote uitdaging. Een tweede uitdaging is dat we vaststellen dat het niet makkelijk is dat de kijkers en de luisteraars de openbare omroep vinden, ja.
en dat lijkt misschien wat raar. Jongeren dan, of op het publiek? De vindbaarheid van de overheid. Omdat er zijn zoveel kanalen, er zijn zoveel mediaspelers die zich aandienen, dat het dikwijls moeilijk wordt om door het bos de bomen te zien en te weten, wat is nu eigenlijk de plek van die openbare omroepopdracht. Een derde punt. Heel opvallend is dat het doordringen van de grote internationale spelers, wat ook bij ons het geval is, verloopt iets trager hier bij ons, omdat de Vlaming zo erg houdt van eigen content, het nabije, het zich terugvinden in de leefwereld die de onze is. En dat is geen lokalisme, dat is geen bekrompenheid, maar dat is eigenlijk een kwestie van het goed gevoel dat je kan brengen en waarmaken, ook als omroep vanzelfsprekend. Een andere uitdaging is natuurlijk in welke mate dat we in staat zijn om de tent overeind te houden. Want de VRT-tent of de Vlaamse media? Ja, de Vlaamse media, maar ook de VRT. Ja. Want we moeten niet klagen en zagen, maar als ik de afgelopen 12 jaar bekijk, er is een hele grote inspanning gedaan, budgetair. Het gaat over ongeveer 130 miljoen besparing die er gebeurd is. Er zijn op een totaal? Op een totaal van op dit ogenblik het budget van afgerond 460 miljoen. Ja. Dus zeer belangrijk. Ook een ongeveer 600 mensen minder op de VRT. Waarmee ik wil aangeven dat die grote inspanningen, die moesten en die konden gebeuren. Ja. Maar mijn punt is, men zit op dit ogenblik, mag ik toch even zeggen, op zijn tandvlees. Dat wil dus zeggen dat de besparingsoefeningen die gebeurd zijn, die moesten gebeuren, die konden gebeuren. Die zijn trouwens ook, en daar ben ik heel blij om, in een goed sociaal klimaat kunnen verlopen. Participatief, in samenspraak met de medewerkers, om te zeggen hoe kunnen we die oriëntaties naar de toekomst waarmaken. Maar men moet natuurlijk wel als uitdaging heel goed beseffen dat wil je een kwalitatief aanbod overeind houden, dan bots je op een gegeven ogenblik op de limiet, de grens van de efficiëntie. Men kan altijd zeggen, je kan het nog efficiënter doen, je kan het nog met minder mensen doen, je kan het nog met minder middelen doen enzovoort. Maar er is een punt waar dat je eigenlijk riskeert om weg te zakken. En dat brengt me tot datgene wat we in de tweede helft van de jaren 90 hebben gedaan, met name de grote hervorming. Toen samen van BRTN naar VRT. Dat heeft u als Vlaams minister-president. Ja, samen met Erik van Rompuy, die toen de minister van Media was. En ik ben heel blij als ik de afgelopen periode overloop, dat is dat we het model dat we naar voren gezet hebben, dat er een is van grote autonomie voor het management. Want dat is heel belangrijk, dat we als raad van bestuur, dat we bewaken de autonomie en dat we ons niet mengen met het aanbod en met de inhoud van de programma's. Want dan zit je heel snel niet in een openbare omroep, maar in een staatsomroep. En dat is wat ik heb meegemaakt in Rusland en in Turkije. Twee voorbeelden waar het natuurlijk helemaal misloopt om vast te stellen wat we vandaag vaststellen. Dus op dat punt denk ik dat we een heel grote inspanning gedaan hebben en verder moeten blijven doen. Ja. Nog een laatste iets, want u bent 7 jaar lang Vlaams minister-president geweest. U was de tweede opvolger van Gaston Geens. Het voorbije jaar heeft dit parlement haar 50ste verjaardag gevierd. Op 7 december 1971 was er de installatie van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. Daar heeft u nog in gezeten. We zitten ver in de tijd. Goed en wel, dat was een raad met dubbel mandaat, beperkte bevoegdheden. Er was geen eigen gebouw ook. Een echt parlement kon je dat nog niet noemen. In 1995 dan, of in 1996, u bent dan minister-president, komt er een parlement, een eigen gebouw, een eigen halfrond. Je zou kunnen zeggen dat zijn bakstenen en beton, maar is dat historisch? Betekent dat toch misschien veel meer het feit dat er een eigen, iconisch gebouw kwam voor de Vlamingen dan? Een gebouw is maar zinvol als het, zoals u zegt, meer is dan het opeenstapelen van stenen. Een gebouw is de plek waar men dingen aanvoelt en die de verontwaardiging zijn van een ambitie, tussen haakjes,
als we de beslissing genomen hebben om een nieuw VRT-gebouw neer te poten, dan is het vanuit die ambitie om een nieuwe leefwereld tot stand te brengen in het belang van eigenlijk de kijkers en de luisteraars. Nu, het gebouw wat hier werkelijkheid is geworden, is eigenlijk de veruitwendiging van de ambitie om de democratie ook als een symbool te kunnen benaderen en een herkenningspunt. Opnieuw maak ik de parallel. De VRT-toren is niet geclasseerd, maar is toch een iconisch iets, een beeld. En vandaar denk ik dat ook het huis van de Vlamingen, want zo noem ik dan toch het Vlaams parlement, erg belangrijk is om dat tot verzamelpunt te maken van datgene wat er eigenlijk in Vlaanderen gebeurt. Nu, het punt is dat als ik de periode overschouw dat we het voorrecht hadden, want ik beschouw de voorrechten om gedurende jaren die leiding te nemen van de toenmalige Vlaamse regering. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met het dubbel mandaat en de periode die de aanzet was van die eigen staatsontwikkeling hier bij ons. Ik zeg altijd dat wil men een echte democratie tot stand brengen, dan heb je een aantal voorwaarden die moeten vervuld worden. Je moet een economisch-sociale basis hebben die voldoende is om samen dingen te doen en dat te doen op de juiste plek en op de juiste plaats. Het tweede punt is, en dat is erg belangrijk, en dat is het groot verschil met de tijd voordien en vanaf het ogenblik uitvoering van de Sint-Michielsakkoorden, de rechtstreekse verkiezing van het Vlaams parlement. Ja, was voorheen nog niet het geval. Niet het eerste geval keer was in 1995 hier. Juist. Plots moest u Vlaams campagne gaan voeren. En dat is eigenlijk het essentiële punt. Dat is dat je kan maar spreken van een levende en levendige democratie die verbinding maakt, die mensen inspireert, die een kader aanreikt. Let wel, de politiek is niet gemaakt om mensen gelukkig te maken. Niet per se, maar moet wel de voorwaarden creëren om mensen toe te laten hun weg te vinden en betrokken te zijn in de samenleving. En een derde punt is dat als er een gemeenschappelijke cultuur en taal is geen noodzakelijke voorwaarde voor een goed democratisch bestel, maar het kan helpen in termen van cohesie, van samenhang, van gemeenschappelijk gevoel. Niet om zich af te zetten tegen anderen, want identiteit is een heel poreus iets. Identiteit beschouw ik, het is een beetje zoals de schaal van een ei, die is doordringbaar met de identiteiten van anderen. Dat geldt dus ook voor onze eigen identiteit. Maar als ik die evolutie bekijk, dan komen we van heel ver. En dat vergeet men nogal eens. Ja. En dan is de vraag, waar naartoe verder? En dat is de reden waarom dat ik in 1996 het project heb naar voren gebracht om te komen met een, wat we toen noemden, een schrikkelnota. Ja, omdat ze gemaakt is. Bracht ook wat teweeg, ook aan de andere kant van de 29 februari van 1996. Maar dan hebben we samen met collega's in de Vlaamse regering gezegd, kijk, we willen toch een richting aangeven waarin we verder kunnen gaan. Niet om België af te breken. Ja? Niet om dingen, laten we zeggen, helemaal over te nemen, maar onze eigen plek in te nemen op de essentiële aders, zou ik noemen, die belangrijk zijn voor het leven en welzijn van mensen. En vandaar het groot belang dat we, nadat we het onderwijs, de infrastructuur, hebben kunnen tot bevoegdheid maken van, wat ons betreft, Vlaanderen, dat we door de 5 resoluties gestemd in het parlement, dat we een perspectief hebben aangereikt om te zeggen, er zijn nog een aantal domeinen waar het in het belang van de mensen is dat die bevoegdheid zou liggen bij de Vlaamse beleidsvoering. Die resoluties worden hier vandaag ook nog regelmatig aangehaald. 2 jaar geleden nog op 11 juni werden ze van onder het stof gehaald en weer op tafel gelegd. Wat op zich wel opmerkelijk is, die zijn ondertussen meer dan 20 jaar oud en die zijn belangen nog niet gerealiseerd, ook op het vlak van fiscale autonomie. En de vaststelling is dat er toen een vrij brede kamerbrede hier consensus was over die resoluties. Was dat Vlaams sentiment toen, midden jaren 90, was dat meer uitgesproken dan
nu, of ik zal de vraag anders stellen, zouden die resoluties vandaag de dag dezelfde parlementaire steun krijgen? Het Vlaams sentiment lijkt wat minder als je naar die fracties kijkt. Ik betwijfel dat dezelfde steun even algemeen zou zijn als datgene wat we in 1999 bij de stemming van de vijf resoluties hebben vastgesteld. Opmerkelijk. Dat is geen kritiek, maar het is wel een vaststelling. Ja. En het punt is natuurlijk dat alles wat vanzelfsprekend lijkt, wordt eigenlijk minder belangrijk in de ogen van de beleidsvoerders en van diegenen die eigenlijk het beleid moeten uitzetten. Dat geldt voor de regering, dat geldt voor het parlement in deze. Het punt is dus in welke mate dat je zin geeft aan een hervorming die als begin en eindpunt heeft het belang van de mensen en een toewijzing van bevoegdheden. Aan een bepaald beleidsniveau is geen doel op zichzelf. We moeten altijd onze vraag stellen, in welke mate is het resultaat naar de mensen toe het beste op het niveau waarvan we denken dat eigenlijk die bevoegdheid en die verantwoordelijkheid moet gebracht worden. En daar denk ik dat het groot principe van de proportionaliteit, namelijk je zet middelen in die proportioneel moeten zijn om het resultaat te bereiken dat men wil bereiken. En dat is de reden waarom dat we toen reeds in de vijf resoluties rond grotere fiscale autonomie, die al vergroot is door een stuk zesde staatshervorming en staatshervormingen tussendoor, maar die eigenlijk nog onvoldoende is. Want heel opvallend in vergelijkend met andere federale staten hebben we altijd redelijk wat bevoegdheden kunnen overdragen en tot ons nemen als Vlaamse gemeenschap, maar niet gevolgd door een verhoudingsgewijze even grote financiële autonomie die daarmee verbonden is. Dus op dat punt denk ik dat er verdere stappen moeten gezet worden, onder meer naar de personenbelasting, vindt u allemaal terug in de resoluties. Maar ben ik er ook van overtuigd, en de pandemie heeft het aangetoond, dat onder meer wat betreft het gezondheidsbeleid, denk ik dat er ook op dit punt moet gestreefd worden naar homogeniteit. Want een van de vaststellingen die we moeten maken, dat is dat met alle goede bedoelingen van dien, want België is een complex land, dat men hier en daar bevoegdheden heeft overgeheveld enzovoort. Alleen wanneer we homogene, samenhangende bevoegdheden in de verantwoordelijkheid brengen van de deelstaten, zal het beleid meer succesvol zijn. En dus pleit ik er heel sterk voor dat die homogeniteit ook op het vlak van de gezondheidszorg zou kunnen tot stand komen. Maar gekoppeld aan een model van samenwerking met de andere bestuursniveaus. Want geen enkele bevoegdheid, geen enkele verantwoordelijkheid is absoluut. Die raakt altijd de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van anderen. Daarom dat ik gedurende jaren ook wat geprobeerd heb inzichten te brengen rond wat we dan wat ingewikkeld noemen multilevel governance, meerlagig bestuur, vertrekkend vanuit grote verantwoordelijkheid voor het beleidsniveau, heel dicht bij de mensen, het lokale, het deelstatelijke wat ons betreft, maar verhindert niet, of mag niet verhinderen, dat je dat doet ook in samenwerking met de andere bestuursniveaus. Dat geldt voor het statelijke en natuurlijk voor het Europese. Dat is dus een beetje de droom die we al een stuk hebben waargemaakt, maar waar nog wat werk is. Ik kan enkel hopen dat men ook de huidige volksvertegenwoordiging en de huidige Vlaamse regering daar op een voldoende assertieve en alerte manier mee omgaat om, ik zeg het opnieuw, om perspectief te geven naar de mensen toe. En dat gaat over een staatshervorming. En dan spreken we over 2024. Dat is nog een tijd ver. Maar we zijn in dit gesprek ook een hele tijd teruggegaan. En voor dit gesprek over de Oekraïne-crisis, de VRT en over Vlaams zelfbestuur. Zeer erg bedankt, Luc van den Branden. U ook, beste kijker. Fijn dat u bij ons was. En toch een bijzondere mededeling. Dit is wat mij betreft de laatste vaste afspraak op Vlaams Parlement TV. Op een levenspad komt een mens wel eens verandering tegen. En in de loop van de komende maand ga ik elders aan de slag. Ik begin voltijds bij Mediahuis Roelaert, waarvoor trends en
Canal Z. Nu, dat valt tot mijn spijt niet te combineren met andere taken. Ik ging hier elke week met plezier samen met de ploeg aan de slag. Nergens anders krijgt u immers zoveel politiek en parlementaire inhoud voorgeschoteld. Er komt een bijzonder goede en fijne opvolger aan. Meer nieuws daarover volgt nog. En dat zal u zeker niet teleurstellen, integendeel. En absoluut afscheid nemen, doe niet. Dat doe je maar beter niet in het leven. Ik blijf in contact met het team en ik zal met plezier bij gelegenheid nog gesprekken modereren. En dat team maakt hier dagelijks met veel goesting, passie en journalistieke ernst televisie over het Vlaams parlement. Chris, Ludwig, Christophe, Carolien, Remco, Robin, zeer bedankt voor deze fijne samenwerking. En geniet u, beste kijker, verder van hun fijne uitzendingen. En ik zie u graag binnen onbepaalde tijd terug.